Dit zijn mensen die te vroeg juichen. En deze vrouw die juicht. Ja, ik heb dat blokje eraf gehaald. Maar nee, het gaat niet goed. Dan juich je inderdaad veel te vroeg. Je ziet deze gastje aankomen rennen als de eerste van de marathon. Maar nee, hij wordt nog ingehaald. Oh mijn god. Ja, daarom moet je ook gewoon tot het eind blijven doorrennen. Anders gebeurt dit. Ja, dan baal je echt als een stekker. Dit zou je maar overkomen, mensen. Zo lang gerend, waarschijnlijk 40 kilometer. En dan haal je het niet. Dan heb je echt ziek veel pech. Dit is de snelste bekerstapelaar die er bestaat, dames en heren. Kijk hem dan eventjes plaatsen, joh. Hoppakee, hele piramide. En je moet ze dus allemaal opruimen. En één tafel. Oh. Ik wilde zeggen, in één stapel op elkaar zetten. Maar dat ging niet helemaal goed. Ze vielen namelijk op het laatste moment nog om. Dan baal je wederom heel erg. Deze cocktail wordt echt super vet opgediend. Kijk dan. Gewoon op die manier. Ze denkt van, oh, dit is zo nice. Dit is zo lekker. Maar neem eens een slokje. Dan. Neem eens een slokje. Gadverdamme. Ja, daar ga je dan. Ik bedoel, dit hoofd zegt al genoeg, toch? Hij was niet zo lekker als hij eruit zag. Deze gast is een spelletje aan het doen op YouTube. Hij is lekker aan het livestreamen en oké, hij gaat hier dood. En oké, nu gaat hij hem waarschijnlijk halen. Ja, let's go, let's go, let's go. Hij is... Oh, nee. Oh, nee. Hij had nog één keer moeten springen. Ja, dan word je boos. Dan word je ontzettend boos. Ik bedoel, kijk, hij haalt hem hier echt helemaal perfect. Let's go. Hij denkt, ja, eindelijk. Oh, nee. Oh, oh, daar ga je. Ja. Alles valt ook gewoon nog om. Dit is echt het toppunt waar deze video over gaat. Te vroeg vieren dat je je level gehaald hebt. Terwijl hij het met één simpel sprongetje had kunnen voorkomen. Hier hebben we een vrije trap. En hij schiet de bal en tegen de lat. Helaas, die keeper gaat helemaal uit zijn dak. Let's go. Ik heb hem tegengehouden zonder iets te doen. Maar mensen. Maar. Het was alsnog een goal. En die guy die gescoord heeft gaat nu helemaal uit zijn dak. Omdat hij dus wel gescoord heeft. Terwijl hij in het begin waarschijnlijk stiekem ook al dacht. Dit was de slechtste vrije trap uit mijn voetbalcarrière. Hier hebben we weer een wielrenner. En oh, hij is al helemaal aan het vieren van ja, ik ben als eerste. Oh mijn god. Kijk, degene die als tweede binnen zou komen, die gaat ook gewoon vol op zijn bek. Dus de eerste en tweede plek zijn gewoon, ja, verdoemd. Die gaan het allebei niet meer halen. Nee, nee, nee. Dan ben je niet alleen geen eerste geworden, maar dan neem je ook nog degene op de tweede plek mee in het verliezen. Dan voel je je echt heel klote, denk ik. We hebben hier een prachtig voetbalmoment. En wat gaat er gebeuren? Hij rent naar de bal. Wordt het een goal? Oh, oh, hij denkt al van, ik heb dit. Ik heb dit. Ik heb dit. Hoppa. En dan ga je hem gewoon niet meer halen, hè. Hij... Dit is gewoon echt perfect. Hij begint hier al helemaal te juichen van let's go voor de team. Ja, ik heb dit. En hoppa, dan gaat hij tegen een paaltje aan. Die zag helemaal niemand aankomen. Deze mensen gaan denk ik een of andere trickshot doen waarbij ze al de zesde ballen in de basket gaan gooien. En oké, dat is één. Hoppa, en hij moet erin. En zij trapt er nog één. Die moet hij dus opvangen en telkens erin gooien. Dat is hetgene wat ze doen. Ze hebben al bijna drie ballen erin. Let's go, dat is nummer drie. Dit is nummer vier. Oké, kom op. Het is ook niet heel moeilijk. Die basket staat niet heel erg ver weg. En dit is nummer 5. En nu gaan ze waarschijnlijk al juichen, of niet? Oh, oh, oh. Let's go! Nope. Zie die vrouw hier gewoon al beseffen van... Ja, het is ons eindelijk gelukt. Let's go! Ze hebben te vroeg gejuicht. Oké. Ik ben benieuwd. Basketbal, oké. En? Oh, de bal gaat erin. Ja, ja, ze zijn aan het juichen, maar... Oh... Oh, hij gaat er gewoon bij de ander ook nog in. Wat? Oké, dit was echt ziek. Al helemaal vanaf die afstand. Kijk, eerst maakt dit team dus echt gewoon een ziek doelpunt. En dan komt de andere en die denkt van... Jeet, ik gooi hem gewoon in één keer erin. En dat werkt gewoon. Het team van het eerste doelpunt was iets te veel bezig met het vieren van het doelpunt. Terwijl ze daarna meteen een tegendoelpunt kregen. Dat moet heel veel pijn doen. Ze zijn hier op werk of zo een voetbalwedstrijd aan het kijken op 20 schermen. Ik snap niet wat ze doen. Oh, hij zegt al, we are the champions. Oh, tegengoal. Ja, ja, daar ga ik. Heel je avond verpest. Oké, hij heeft een nieuwe goudvis. En hij gaat hem in zijn nieuwe huis plaatsen. Oké, ik ben heel benieuwd. Hij is sowieso dood. Of niet? Oh, nee. Oh, mijn god. Welke idioot stopt ook zo'n kleine goudvis bij zulke grote vissen? Doe normaal.
Hij wordt gewoon echt gewoon instant gekilled. Zo, hoppakee. Multikill. Hoppa. Hey, ik heb één tip voor deze gast. Geef die vissen van je eten. Dan gebeurt het waarschijnlijk niet nog een keer. Deze gast heeft waarschijnlijk achter zich een bal gegooid. En hij denkt van, let's go. Ik heb dit. Maar, nope. Hij heeft hem niet. Gaat hij nou juichen of niet? Gaat hij nou... Dit was het al. Hij dacht gewoon dat... Oh, let's go. Bam. Dit is wel een hele trieste manier om te beseffen dat je bal niet raak was. Ik bedoel, hij krijgt dat echt vol in zijn feest te weten. Nope, hij was niet raak. Ja, dan baal je enorm. Oké, ze zijn hier touwtje aan het trekken en dat is altijd een leuk spel, hè, mensen. Deze mensen die denken waarschijnlijk dat ze gaan winnen. Oh, het is een spannende wedstrijd, mensen. Het is een spannende wedstrijd. Gaan ze dit halen? Oh, ze zijn echt al aan het kijken van let's go, we hebben hem. Hebben ze hem ook echt? Hebben ze hem ook echt? Oh, nee, ze verliezen keihard. Ja. Ja, maar waarom stopt deze guy ook met touwtje trekken? Dat is gewoon nog dommer om te doen. Ik bedoel, blijf dan gewoon even trekken, net zoals al je teammates. En ga niet gewoon juichen. Hij dacht eigenlijk al dat hij over het midden was waarschijnlijk. Maar oh shit, denkt hij. Oh shit, en nu worden ze gewoon keihard ingemaakt. Ja. Ouch. Dat moet echt heel veel pijn gedaan hebben. Hij heeft het echt voor zijn hele team verpest op deze manier. We hebben hier een golfer. Hij denkt van, die zit er sowieso in. Maar nope. Oké. Gooi anders je stick gewoon er tegenaan. Echt het slimste wat je kan doen. Nope. Doek. Als hij letterlijk die golfclub niet had gegooid, was het balletje er easy in gegaan. We hebben hier een leuk spel, denk ik. Je moet hier een bel gooien en die moet in het midden terechtkomen. Oh. Oké. Yes. Doek. Ja, dan bouw je. Die bel die valt er echt op het allerlaatste moment af. Hoppakee. Nope. Nope. Ja, dat telt hij niet. Oké, hier hebben we een bowlingfilmpje. En dit is altijd leuk, want dit kan altijd alleen maar verkeerd gaan. Oh, ik heb hem, denkt hij. Let's go. Easy. Maar er blijft er één staan. Ik bedoel, je ziet gewoon aan zijn hoofd dadelijk dat hij denkt van... Hey, easy strike toch, weet je? Dit is easy. Dit heb ik sowieso. Maar nee, er blijft er één staan. En dan, mensen, heb je te vroeg gejuicht. We hebben hier weer zo'n vet bekelstapelwedstrijdje. En oké, hij moet twee piramides maken. Oké, dan doet hij op deze manier. En wat is er? Oh, nee! Nee! Kijk, hij vergeet dus gewoon aan het einde om de timer uit te zetten. En als je dat vergeet, dan ben je een paar seconden te laat. Die gast baalt echt als een stekker. Waarom je nooit te vroeg moet juichen? Oké, ik ben heel benieuwd. Die kat heeft dus een brokje neergezet. Ze doen boterkaas en eieren. Oké. Hier dan een rondje. Ja. En hier, oké, weer een rondje. Oké, hij denkt van, ik heb hem sowieso. Let's go, denkt hij. Maar nee, want hij had al drie rondjes. Ingemaakt door een kat. Je baalt al helemaal als je ingemaakt wordt door je eigen huisdier. Maar wel super knap dat die kat boterkaas en eieren kan spelen. Of nou ja, eigenlijk kan die alleen brokjes opeten. Maar je snapt wat ik bedoel. Don't drink and drive. Oftewel, ga niet rijden terwijl je gedronken hebt. En al helemaal niet op een rolstoel. En? Hey. Echt waar, dat deze gast zijn nek niet breekt in dit filmpje is echt een wonder. Kijk dan, daar gaat hij hoor. Wee, jee. Ja, dit is mooi. Je vond deze video leuk, hè? En je zou ook eens deze moeten kijken. Want stiekem is deze video veel leuker dan de video die je net hebt gekeken. En abonneer ook even, want dan blijf je op de hoogte wanneer er weer nieuwe video's komen. Maar ik zou eerst even deze aanklikken. Want deze is nog leuker dan deze. Dan deze video bedoel ik dan. Snap je? Waarom heb je nog niet geklikt? Kom op! Klik!